Dagteksten donderdag 30 september 2021, Psalm 130 vers 3. Als u de zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Als u de zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Psalm 130 vers 3. Het leerwoord uit 2 Korintiërs 5 vers 19. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 2 Korintiërs 5, vers 19. Heere, in stille verwondering komen wij voor uw troon van genade. U die onze zonden blijft vergeven. U die ons genade geschonken heeft. Dank u, Vader. Inderdaad, als ik luister naar de psalmist die zegt: als u de zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt stand? En u heeft het bewezen, Heer, u heeft ons onze zonden vergeven. U heeft de wereld met zich verzoend door Christus Jezus, ja, Vader. En hij heeft ons de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Ja, Vader, door het bloed van het lam mogen wij steeds weer vergeving van zonde ontvangen. Genade, o oneindig groot. Wij verdienen het niet, maar we danken u, we loven en prijzen u. Dat wij u mogen kennen, dat wij u onze Vader mogen noemen. Dat wij de wereld mogen verkondigen, dat een ieder gered kan zijn, gered kan worden door onze Heere Jezus Christus, die ons genade heeft geschonken. Om niets, zo mogen wij ze brengen voor uw troon van genade. Vader, het geeft niet. Zij die zondig zijn, zij die zich hebben afgekeerd, ook wij komen voor uw troon van genade. We nemen mee, Heer, de verdrietigen, we nemen mee de angstigen, we nemen mee zij die hopeloos verloren zijn, zij die niet weten wat ze moeten doen vandaag, zij die het niet meer zien zitten, zij die een hand nodig hebben om hen op te trekken uit het slijk. Ja, Vader, soms lijkt het werkelijk als wij vastzitten in modder. Maar dan kijken wij op naar u, naar uw kruis op Golgotha. En wij kunnen weer verder gaan, want u plaatst onze voeten op een rots. Met u kunnen wij springen over muren. En vandaag willen wij die verkondiging doen aan de wereld. Ga mee met ons in het licht van de Heer. En kom stralen in zijn aanwezigheid. Want hij heeft alle kwaad voor jou weggehaald. Als jij voor hem verschijnt, als jij tot hem komt, dan vergeeft hij je. En ook al gaat je weg door duisternis sommige momenten, hij laat je niet in de steek. Met hem ben je meer dan overwinnaar, omdat deze Heere Jezus je kracht geeft. Dank u, Vader, dat u ook zo vandaag uw geest wil uitstorten over ons en ons blij kan maken en ons vreugde kan schenken in de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen. Into your presence you come.